Een goedemorgen. Mijn dag begint altijd met op te staan, mijn pyjama aan te doen. Als ik hem dan nog niet aan had natuurlijk, als ik in bed lig. Soms kruip ik wel eens al in bed met pyjama, omdat het toch wat frisjes is de laatste tijd. En wij hebben niet, we zetten niet continu de verwarming op in onze slaapkamer. En dan ga ik naar beneden en dan, ik ben buiten adem. Dan doe ik natuurlijk die trap af, dat is best een lange trap. Wij wonen redelijk hoog boven ons koffie- en theehuisje, dat momenteel nog steeds gesloten is. Vroeger had ik het daar vaker over dan tegenwoordig. Ik heb er mij al bij neergelegd dat het nog een tijdje zal zijn dat we dicht zijn. Geen probleem. Nee, dat is wel een probleem. Maar ja, wat kunnen we eraan doen? Neem ik het krantje en dan, dan lees ik die. Eigenlijk is dat ook een krant die aankomt voor onze klanten. Maar ja, aangezien dat die er nu ook niet zijn, lees ik ze maar zelf. Het zal soms wel een paar interessante zaken in. En dan, als ik die dan weer heb gelezen, dan ben ik weer bij. En dan weet ik weer wat meer over deze wereld. Of ja, dat doen ze mij toch geloven. En dan ga ik naar de badkamer. En dan kijk ik hoe ver Jolina staat in haar ontwikkelingen. Want zij gaat dan wel al in bad. Dus dan ga ik naar de badkamer. En dan kijk ik, maar ze is ook al weg. Dus ze zit niet meer in bad. En je ziet, de camera dampt aan. Het is hier goed warm. Dat is lekker altijd, zo'n lekker warme badkamer. En dat natuurlijk ook wel een beetje gemengd met zo wat vochtigheid. Zo wat. Er hangt heel veel luchtvochtigheid in de kamer. Is dat goed? Ik ben naakt. Ja, ik zal je niet vloggen hoor, maar is dat goed? Luchtvochtigheid in de kamer? Ja. Ik heb Jolien gevonden, ze staat dus in haar dressing. En in haar dressing heeft ze er een onderbroek aan gedaan. Maar voor de rest helemaal in haar blote, dus we gaan haar niet storen. Hè. Dat is anders een beetje, hè, dat is een beetje privacy hè, natuurlijk. Het is vandaag een hele bewolkte dag. Ik heb de zon nog niet gezien, maar dat kan nog komen natuurlijk. Het is nog, we zijn nog in het begin van de dag. Ik heb beneden ook nog, dat is juist... Nee, ik doe zo alsof ik ben eigenlijk. Je hebt geen handdoek rond. Dus nee, een lange trui. Oké. Ik ga terug naar beneden, want ik heb broodjes ingestoken en die zijn misschien wel net afgebakken. En dan kunnen we lekker lunchen zit wel, ja, want we hebben ook al ontbeten. Dat ben ik nog vergeten om te zeggen. We hebben samen ook nog ontbeten vooraleer dat we dus, dat ik naar beneden ging en Jean in bad. Het is eigenlijk al een drukke dag geweest, hè? We hebben een pakketje. Ja. En ik denk dat het eigenlijk niet een pakketje voor ons is, maar voor de baby. Aha. Ja. Dus, kijk, dus wat ik dacht. Kijk, vind ik altijd heel leuk als ze echt zo'n gepersonaliseerd kaartje erbij steken. Het is een hands-free bedcape van Invented for Kids. Zo'n heel toffe badcape. Ideaal ook, maar die een beetje wat verzwaard. Dat is heel handig eigenlijk ook om dus je baby uiteindelijk het badje te halen en mooi in te wikkelen zonder dat hij zelf kletsnat wordt. Ja, laat maar zien hè. Ja, en ik ga kijken. Ik ben heel benieuwd zelf ook. Mooi ingepakt. Zonder hem kapot te maken. Haha. Als eerste zie ik hier een baby shower glove. Een heel grote washand voor de baby. En het is een heel mooie washand, kijk, met een gezichtje erop. Kijk, en dit is dan de badcape. Ah ja, het vast, dus ja, ik kan het nu niet zo tonen. Maar kijk, dat is eigenlijk met ook nog een verzwaard stuk. Hier kan dan zo het hoofdje van de baby in zitten. Ik vind het echt keimooi. Ook een super mooie kleur ook, hè. Zit er nog iets anders in? Ook een bad eentje van Invented for Kids. Ja, dat is eigenlijk ook nu ons eerste spulletjes echt dat we ontvangen eigenlijk voor de baby. En ook trouwens de eerste badspeeltje voor de baby. Leuk hè? Ja. Side to right, if you had a block, release it off to the side. Walk the hands forward back to that tabletop position. And bring the hands about 6 inches forward. Curl the toes under, lift the knees, shoot those hips up and back. This is a full expression of downward facing dog. Inhale, look up at the hands as you exhale, tippy toe the feet forward, grab opposite elbow. Look het schatje. Ja hoor. Mooi aan het zwangerschapsyoga. Ja. Is echt zo'n programma daarvoor? Ja. Dus ja, voor zwangerschap in eerste en tweede trimester. Dat is goed doen, hè? Ja. Ben je nog niet moe? Nee hoor. Zo, graag wel heel erg. Ik vond dat ze het goed gedaan heeft, de yoga. We hebben er nog een leuke avond aan gekoppeld. Het was zo'n half uurtje dat ze mee bezig is geweest. We hebben wat tv gekeken. En de dag is weer voorbij. Ja, we hebben wel een leuk plan gemaakt. We gaan iets leuks doen. Ja,
ondanks alles en weet ik veel wat, hebben we toch besloten van wij zijn eigenlijk toch echt totaal geen thuiszitters. We gaan eens ergens naartoe. En waar we naartoe gaan, vertellen we misschien morgen. Tot morgen! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.